Yo gamers van Gamerplays. Vandaag gaan we een gloednieuwe video doen. En deze keer spelen we een best wel raar spel zoals jullie kunnen zien. Het is Goat Simulator. Ja, ik dacht dat ik dit ook nooit zou spelen. Maar deze game was toevallig gratis. Ik dacht, waarom download ik het nou niet? Want het is eigenlijk een best wel grappig spel. Ik heb het best wel wat gespeeld ook nog wel. Ik zat met een andere YouTuber genaamd Dit is Timo nog een keer dit spelen. En het is eigenlijk best wel grappig. Dus ook shoutouts naar hem. Want hij maakt best wel goede content. Maar ik ben getransformeerd in een geit. Ik dacht dat ik dat ook nog zou zien. Maar hier is mijn medegeit. Ik noem hem Henk. Ik heb Henk denk ik net mishandeld. Oh, hij leeft nog. Oh, oké, okay, hij is uit. Ik moet hem zo weg. Nee, maar ik ben een geit. Ik ben net nieuw in deze stad. Want een of andere gek heeft me hier naartoe gebracht. En ik... Ik ken niks van deze stad, dus ik denk dat ik toch maar... What the fuck doe jij nou weer? Auw. Ik lijp toch, jongens. Nee, maar ik ken niemand in deze stad, dus ik denk dat we mensen moeten gaan kennen. We gaan mensen met ze praten en misschien ook wat mensen mishandelen. Dus let's go, iedereen. Hallo, meneer. Hallo, hoe gaat-ie? Ik ben... sorry, meneer. Oh, gaat u uw auto tanken? Oh, ik help u wel eventjes. Hier, komt hij, oké? What the fuck? Oké. Okay. Hallo, mevrouw. Ik heb net per ongeluk een auto opgeblazen. Sorry, zou ik u even helpen? Ik ga wachten de balie staan. Komt ie. What the fuck is dit spel, jongen? Wow! What the fuck? Oh, kut. Hoe leeft deze geit nog? Een zwembad, iedereen. Laten we lekker van de duikplank gaan. Ja! Yeah! Oké, eens kijken. We gaan naar boven. Naar boven, geit. Hey. Leuk. Komt iedereen? Bommetje. Oh shit. Oké. Welke neem? We nemen deze. Zijn jullie klaar voor iedereen? Ai ai, kapitein. Ik hoor jullie niet. Oké, daar gaan we. Wee. Hey. Wee. Awesome. Wacht, wat? What the fuck? Die man is een viezerik, jongen. Moet je kijken. Hij gaat achter me aan. Oké, meneer. Ik vind het echt niet normaal wat hij doet. Weet je wat? We doen dit wel even. Wat voor raar spel is dit, jongen? Oh, shit. Hey, wat is dat daarboven? Ik zit vast. Wat? What the fuck is dat nou weer? Oh, wat? Hallo, hoe gaat hij? Ik vraag me even af, waar zit hij tegen te strijden? Eens kijken. No pointy food. Oftewel, geen puntig eten. Oh, daar ben ik ook wel tegen, want bijvoorbeeld die Dorito chips, oh, die zijn veel te puntig. Maar, wacht, zou ik eens kijken. Hebben jullie trouwens wel een vergunning om hier te gaan demonstreren? Volgens mij niet, jullie zijn gewoon illegaal. Hé, hey, dat gaan we niet nog een keer doen. Oprotten. Het is klaar deze dingen, jongen. Oprotten. En jij ook, hè? Wat denk je nou met deze mensen gewoon... Hey, wat doe je nou? Wat doe je nou, hè? Ga weg. Huppatee. Ga weg. Ik bedenk nu iedereen. Zie je het voor je dat er gewoon ook een geit... Dat er gewoon... Je zit te demonstreren en een geit zit gewoon... zit je gewoon helemaal verrot te slaan. En te likken en al die andere... Zit ik nou vast? Oh. Ik ben al een hele tijd niet eigenlijk op een loopband geweest. Ik moet denk ik wel even harder gaan rennen. Dan laat ik het even gaan doen. Oh, hallo. Sorry dat ik hier binnenkom, maar... ik heb honger. Dankjewel. Dankjewel dat ik mee mocht eten, jongens. Ja, normaal familiediner, hè, jongens. Ja, dankjewel dat ik mee mocht eten. Oké, dankjewel. Doei, doei. Ik zie jullie later. Hey. Zoals Zlatan. Holy shit, jongens.
Laten we eens doorkijken. What the fuck, joh. Hey, huis Vrede Breu. Jij iedereen zo, rechts nog steeds. Wacht voor, iedereen. Goal! Hey, alle kisten! In één keer raak. Zit ik nou vast? Zit ik nou serieus vast? Weet je wat? Ik denk dat ik eigenlijk heel veel mensen echt... Ik heb wel heel wat mishandelingen laatste dag. Ik ga eens aardig doen. Hoi meneer, gaat ie? Negeer me alsjeblieft niet, ik ben vriendelijk. Ik bedoel, ik heb alleen maar 20 mensen mishandeld, maar het is toch... Maak dat maar 21. Doei meneer, ik zie u later. Weet je wat, laten we gewoon een beetje rondkijken in deze stad. Want ik heb echt... Ik begrijp niet wat we hier in deze stad moeten doen, jongen. Wat we hier eens kijken. Oeh, daar. We kunnen omhoog daar, volgens mij. Zie je wat? Hey, vuur. Waarom wordt alles plotseling zo rood? Hallo? Satanisme? Even in het midden staan. Oeh, kijk. Ik ben een geit. Wat eng. Oeh, een race. Oh, cool. Luister. Luister, jongens. Ik heb laatst die Fast & Furious film nog een keer gekeken. Gaaf, joh. Oh, hallo, meneer. Oké, kom mee, meneer. Ik vind niet normaal wat hij doet. Zeg, mag ik misschien even rijden? Ben ik nou serieus geoomd door een boerenkinkel? Staat dat daar nou letterlijk? Meneer, kunt u van me afblijven? Meneer! Meneer! Kunt u van me afblijven? Meneer, blijf van me af. Goed zo. Zo! Holy shit. Hey Henk, je leeft nog. Hey. Weg. Weg. Ik ga lekker naar boven. Want ik heb gehoord dat hier boven iets is. Of nou eigenlijk, ik heb het gehoord, maar ik weet zeker dat hier niks is. Het ziet er best wel beloofd uit. Zijn jullie klaar voor, jongens? Wee! What the fuck? Zijn het allemaal onderdanen? Aanbid koning geit iedereen. Oh, cool. Nou, iedereen. Zoals jullie kunnen zien, ik ben de koning van de geit. Wat is er met mijn hoofd? Cool. Oké, nee. Maar ik denk dat ik klaar ben voor vandaag. Ik weet niet echt wat ik meer kan doen hier. Ik ben een koning van de geiten. En dat is het eigenlijk. Het is een raar spel, om eerlijk te zijn. Ik vind het een van de raarste spellen die ik ooit heb gespeeld. Maar het is toch best wel geinig. Het heeft best wel wat geinige dingetjes erin. Maar ik denk dat ik het hierbij laat. Mensen, als jullie het leuk vonden, dan... Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk ook op GamerPlays. Want misschien maak je wel een deel 2 van. Als jullie het willen natuurlijk. Als jullie het niet willen, dan maak ik het niet. Maar ik heb niks meer te zeggen. Dus Gamer uit.